Hoi, ik ben Danielle en welkom bij het Flitscollege over de behandeling van astma en COPD. Als je meer wil weten over de ziektes en de symptomen, kijk dan het vorige filmpje over astma en COPD. De belangrijkste onderdelen van de behandeling van astma en COPD zijn preventie, stoppen met roken, vermijden van prikkels en voor een deel van de patiënten een griepvaccinatie. Ook zullen sommige patiënten zuurstoftoediening nodig hebben, bijvoorbeeld bij een acute astma-aanval of bij ernstige COPD. Als derde hebben we natuurlijk de medicamenteuze mogelijkheden, zorgen voor bronchodilatatie en de ontstekingremmen. In de rest van het filmpje gaan we het hebben over deze medicamenteuze mogelijkheden. Laten we eerst even stilstaan bij de normale regeling van de luchtwegen door het zenuwstelsel. Voor een compleet overzicht kan je mijn filmpje over het zenuwstelsel bekijken. De twee belangrijkste spelers hier zijn de sympathicus en de parasympathicus. De sympathicus regelt alle veranderingen die nodig zijn in activiteit, de bekende fight-or-flight situatie. Dit doet het door adrenaline rond te pompen. Je hart gaat sneller kloppen, je pupillen worden wijder, je gaat zweten en nog wel 100 andere dingen. In de longen zorgt de adrenaline voor bronchodilatatie, het wijder worden van de luchtwegen. Hierdoor neemt de diameter van de bronchie toe en wordt het makkelijker om te ademen. De parasympathicus regelt alle veranderingen in rust, de rest-and-digest situatie. Dit doet het met het stofje acetylcholine, de tegenhanger van adrenaline. De darmen gaan verteren, het hartritme vertraagt enzovoort. In de longen zorgt de parasympathicus voor bronchoconstrictie, oftewel het nauwer worden van de luchtwegen. Bij astma en COPD willen we graag bronchodilatatie, zodat de benauwdheid voor de patiënten minder wordt. Eigenlijk willen we dus de situatie van het sympathische zenuwstelsel nabootsen. We kunnen twee dingen doen. De sympathicus activeren, of juist de parasympathicus onderdrukken. Dit zijn dan respectievelijk de selectieve beta-2-agonisten en de antimuscarinerge bronchodilatoren. Selectieve beta-2-agonisten zoals salbutamol en salmeterol lijken op adrenaline, behalve dat ze aangeven op receptoren die hoofdzakelijk voorkomen in de longen. Heel handig als je het effect wel in de longen wil, maar niet in de rest van het lichaam. Jammer genoeg zitten receptoren ook een heel klein beetje in de rest van het lichaam. Hierdoor kunnen bijwerkingen van dit middel zijn hartkloppingen en spiertrillingen, tremoren. De antimuscarinerge bronchodilatoren zoals tiotropium en ipratropiumbromide zorgen voor onderdrukking van de parasympathicus door de effecten van de acetylcholine tegen te werken. Hierdoor zal bronchoconstrictie minder worden en dus de patiënt minder benauwd. Door het onderdrukken van de rest- en digest-situatie zijn er wel bijwerkingen zoals verminderde speekselaanmaak, oftewel een droge mond, en obstipatie. Beide soorten medicatie kunnen worden geïnhaleerd en zo komen ze in de longen terecht. Naast bronchodilatatie kunnen we ook de ontstekingsreactie remmen. Corticosteroïden zoals fluticasone en budesonide onderdrukken het immuunsysteem. Het werkingsmechanisme hiervan is niet helemaal bekend, maar er wordt gedacht dat ze de uitscheiding van signaalstoffen bij een ontstekingsreactie remmen en daardoor de ontstekingsreactie verminderen. Door het stoppen van de ontsteking krijgt het lichaam de ruimte om zich te herstellen en dit zorgt voor klachtenvermindering bij de patiënt. Corticosteroïden kunnen significante bijwerkingen hebben, met name als het voor langere tijd oraal gebruikt wordt. Denk aan botontkalking, osteoporose, diabetes en bij kinderen groeivertraging. Bij luchtwegaandoeningen worden corticosteroïden veelal geïnhaleerd. Hierdoor zijn er veel minder bijwerkingen voor het hele lichaam. Wat we wel nog zien is dat de medicatie wel de afweer in de mond en keel vermindert. Hier komt het natuurlijk elke keer langs als het wordt ingenomen. En dit kan dan zorgen voor schimmelinfecties, oropharyngeale candidiasis. Oropharyngeaal is een fancy woord voor mondholte en candida albicans is de schimmel die deze klacht veroorzaakt. Vandaar de term oropharyngeale candidiasis. Om dit te voorkomen wordt aangeraden om je mond te spoelen na elke inhalatie met een corticosteroïd. Dan spoel je de medicatie weg en heeft het dus veel minder bijwerkingen. In dit flitscollege heb je de belangrijkste pijlers van de behandeling van astma en COPD geleerd. Je snapt de werking van de sympathicus en de parasympathicus in de longen en hoe we ze kunnen gebruiken om patiënten met astma en COPD te helpen. Bedankt voor het kijken!